Welkom bij een andere aflevering van het COVID-journaal. In het journaal van gisteren brachten wij een kort verslag over de launch van de vaccinatiecampagne. De slogan van deze campagne is Libi Langa, laat je vaccineren. In de gemeenschap is er heel wat ruis ontstaan over de slogan. In een statement gaat de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, erop in. Hij geeft aan wat de bedoeling is van de slogan. Beste mensen, we hebben op 8 maart 2021 de launch gehad van onze COVID-informatiecampagne. Met betrekking tot de vaccins en alles rondom de bereidheid om het vaccin te accepteren. We hebben gisteren, dus op 8 maart 2021, ook aangegeven wat de slogan is van onze campagne. Namelijk, Libi Langa, laat je dus vaccineren. Of laat je vaccineren. En dat hebben we gekozen. En uiteraard is het belangrijk, omdat ik als minister van Volksgezondheid enige berichtgeving heb gezien, zien langskomen, waarbij mensen zich bijna zeggen van, is het wel een goede slogan? En ik vind het toch belangrijk als minister om het even toe te lichten. Wanneer we zeggen Libi Langa, laat je vaccineren, dan betekent het dat wij bedoelen dat wij niet willen hebben dat u COVID-19 oploopt. Omdat we hebben gezien, vooral als u tot een kwetsbare groep behoort, dat als u COVID-19 krijgt, de kans groot is dat uw leven eindigt met de dood of met een ernstig letsel. Zin van een ernstige complicatie. Wanneer wij dus zeggen, laat je vaccineren, waardoor je eigenlijk zegt, ik kan daarmee langer leven. Uiteraard geeft het vaccineren op zich geen garantie dat je ook langer leeft. Zo moet het niet gebracht worden. En daarom wil ik deze statement maken om hierbij aan te geven dat wij nimmer bedoelen te zeggen dat als je je laat vaccineren, je gegarandeerd langer gaat leven. Ik zeg het in een statement omdat het mijn aandacht wel heeft getrokken en ik vooral als medicus, als arts, me wel zorgen maak hierover. Nogmaals, Libi Langa, laat je vaccineren, wil zeggen, we streven allemaal naar een lang leven. We streven allemaal ook naar een lang, maar bovenal gezond leven. Het heeft nimmer zin om 80 jaar te worden en vanaf je 40ste met een blijvende invaliditeit te leven. Daarmee gaat de kwaliteit van je leven ook achteruit. Je leeft misschien langer, maar de kwaliteit is heel slecht. Dus wij zeggen, wil je in ieder geval van COVID-19, niet door COVID-19 niet overlijden, of een complicatie oplopen, laat je liever vaccineren. Met name als je behoort tot een kwetsbare groep of een risicogroep. Zoals bijvoorbeeld ouderen onder ons boven de 60 jaar. Of mensen met een onderliggende aandoening. Of mensen die risico's lopen tijdens hun beroep. Vandaar dat u ook ziet dat bij het vaccineren we gestart zijn met de risicogroepen die we als eerst vaccineren. Op dit moment, 9 maart 2021... zijn we bezig volop de registratie van vaccins, van vaccinaties op te nemen. Iedereen heeft de gelegenheid om zich te registreren. En ieder moet zich registreren. Wilt u het vaccin, registreer je. Dat kan op de website laatjevaccineren.sr. Maar die 20-jarige jonge man die zich net heeft geregistreerd, moet ook wel begrijpen dat omdat u nog niet tot een risicogroep geclassificeerd wordt, u nog niet in aanmerking zal komen voor het vaccin. We zijn nu op dit moment bezig met de groep van 60-plussers. Dus wij stimuleren ieder om te registreren, maar op dit moment, de personen die gevaccineerd worden, zijn de 60-plussers. Geen andere groepen. En uiteraard, als we door onze 60-plussers heen merken dat er weinig animo is of minder mensen zijn, gaan we ook naar de volgende groep. En we werken ook zoveel mogelijk simultaan door verschillende groepen heen, omdat wij onze vaccins ook niet willen verspillen. Het is niet de bedoeling van de regering om vaccins te laten vervallen en op een gegeven moment te moeten vernietigen. We willen ook geen vaccins
wegsturen naar andere landen, alhoewel dat geen probleem zou zijn. Maar we willen wel zo efficiënt mogelijk met onze vaccins omgaan. Daarom hebben wij vanuit de regering, vanuit het ministerie, de opdracht gegeven om het tempo op te voeren van vaccineren. En dat doen we. We hebben de meeste ziekenhuizen doen nu al mee. Aantal RGD-polies zijn nu ook al betrokken. We breiden uit naar het binnenland op korte termijn. En zo zullen wij over de gehele kustvlakte, maar over het gehele grondgebied mensen vaccineren. Daarom is het wel belangrijk dat u zich wel registreert. We hebben anno 9 maart 2021 reeds 5000 plus geregistreerd. Maar blijft u zich registreren. Gaat u registreren, want alleen dan weten we wie we moeten vaccineren. Het is niet zo dat u gewoon binnenloopt om gevaccineerd te worden. U moet zich wel eerst registreren. De minister gaat in zijn statement ook in op het woord terug naar normaal. Door deskundigen en delen uit de gemeenschap wordt beweerd dat indien men zich laat vaccineren, men weer terug kan naar het normale leven. Ook wordt bekendgemaakt dat het Pagwa-feest dit jaar normaal gevierd mag worden. Minister Umar Ramadan distancieert zich van al deze uitspraken. Een andere zaak waar de aandacht van het ministerie van Volksgezondheid nodig is het feit dat een aantal deskundigen, maar ook een aantal personen in de samenleving, vallen over het woord terug naar normaal. We hebben weliswaar geconstateerd dat hier en daar gesproken is over, en met name door bepaalde personen, ook vanuit de overheid, vanuit het ministerie, dat als u gevaccineerd bent, wij teruggaan naar een normaal. Er wordt zelfs gezegd dat de minister stelt dat wij Pagwa dit jaar mogen vieren als je gevaccineerd bent. Ik wil mij hierbij distancieren van die uitspraak of van de info die bekend is of rondgaat. Ik heb nimmer gezegd dat wij Pagwa mogen vieren. Ik heb wel aangegeven in mijn toespraak dat wat willen we eigenlijk als mensen? We willen teruggaan naar die situatie waar we met elkaar kunnen zitten, chillen, waar we onze oma en opa een brasa kunnen geven, waar we Oruyari in de binnenstad willen vieren. We willen Pagwa vieren op onafhankelijkheidsplein of waar dan ook. Maar ik heb ook gelijk aangegeven dat dat nu nog niet gaat kunnen. We zijn bezig met die vaccinatiecampagne. En we hebben het keer op keer aangegeven, pas wanneer we grote delen van de gemeenschap hebben gevaccineerd. En dan praat ik over 80-90% van de samenleving. Dat is tussen de 400.000 en 500.000 mensen in Suriname. Pas als we dat hebben kunnen halen, dan pas zal het weer veilig zijn om een beetje te normaliseren. Totdat we dat punt niet hebben bereikt, is het nog steeds belangrijk om de Mohana-maatregelen in acht te nemen. En je te houden aan de maatregelen die de overheid aankondigt. Omdat terwijl we aan het vaccineren zijn, het risico van besmetting nog steeds aanwezig is. Het virus is niet weg. We hebben weliswaar een goede positie nu. We zijn gunstig met de situatie. De COVID-situatie is onder controle, onder goede controle van de regering. Daar mag u trots op zijn als samenleving. We zijn een van de weinige landen in de wereld waar de COVID-situatie onder controle is. Beseft u dat wel? Beseft u wel dat door het beleid van de regering, door het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, met betrokkenheid van alle zorgpersoneel en frontliniewerkers, wij vandaag rustig op straat kunnen lopen met inachtneming van de Mohana-maatregelen, maar met een achterliggende gedachte dat de kans op besmetting laag is. Maar die kans is er. Die kans is reëel aanwezig. Want we hebben nog steeds positieve dagelijks in onze testrondes. Dus dat gevaar is nog niet geweken. De oplossing leek wel in zicht met het vaccineren. De beste combinatie is een combinatie van in acht nemen van de Mohana-maatregelen en vaccineren. Dat is de beste combinatie die wij adviseren. Maar gaat u absoluut niet, en ik verzoek u hierbij, gaat u niet in die gedachten en niet mee met de bewegingen waar mensen zeggen, ik ben al gevaccineerd, dus nu kan ik feesten.
of nu kan ik mijn mondkap afdoen. Nee, u bent gevaccineerd, maar 99% van de samenleving is nog niet gevaccineerd. Het traject komt wel en hoe succesvoller wij zijn om meer mensen te bereiken, meer mensen te motiveren om te vaccineren, hoe sneller we op dat punt zijn waar we met z'n allen kunnen zeggen, Udoroja en Nowo Lukusa Aministerie Taki. Zijn we daar om aan te kondigen dat wij veilig over straat kunnen? Maar ik denk niet dat wij voorlopig van die mondkapjes afkomen. Helaas. Maar dat mag uw motivatie om te vaccineren ook niet wegnemen. Ik roep u op vanuit deze plaats. Registreert u zich als u wilt vaccineren. U wordt gebeld door de deskundigen. U wordt gebeld door artsen die u zullen oproepen en aangeven wanneer u moet gaan vaccineren. En waar u moet gaan vaccineren. Hebt u enig geduld. Ieder komt aan de beurt. Maar uiteraard willen we niet afwijken van onze strategie. 2. Bezoek de website laatjevaccineren.sr. Daar kunt u alle informatie krijgen. Over vaccinaties, over het fonds, over alle plekken waar gevaccineerd wordt en andere informatie. Verder wil ik u verzoeken nog steeds de Mohana-maatregelen acht te nemen, ter ook al bent u gevaccineerd. En ik doe een beroep op de samenleving dat wij de berichten afwachten met betrekking tot een belangrijk feest, nationaal feest welke op komst is, dat is Pagwa. En ik kom heel gauw met een duidelijk statement over Pagwa. Maar ik roep ieder op, ook artsen, public health artsen, om het beleid van de regering te ondersteunen. Brengt u de zaken positief naar buiten. Want ik heb al begrepen dat mensen zeggen dat wij bezig zijn raciale sentimenten te voeden. En dat we uitspraken doen omdat wij Pagwa willen vieren. Dat wij mensen oproepen om te gaan vaccineren zodat je met je vaccinbewijs kan gaan feesten. Dat kan nimmer zo zijn. Als u deze minister intussen kent, weet u dat ik recht door mijn beleid heen ga. Maar ik hou wel rekening met alle gevoelens. Maar niet omdat ik hindoe ben of omdat ik niet een ander geloof beleid, dat ik mijn geloof op de voorgrond zal plaatsen. Het gaat om het algemeen belang. En als iets gevaarlijk is voor de samenleving, dan zal ik het ook zeggen. Dus de statement over Pagwa volgt heel binnenkort. Het psychiatrisch centrum Suriname was vandaag de 7e zorginstelling waar de eerste COVID-19 prikjes aan frontliners is toegediend. Ook in dit Mental Health Hospital was directeur Rakesh Gader Shukul aanwezig om getuige te zijn van dit bijzonder moment. Mijn vaccinatieteam, ik zal het niet Naomi alleen noemen. Mijn vaccinatieteam intussen is dokter Jean Emmanuel niet meer weg te denken van het hele vaccinatieproces. Bedankt voor het trekken alvast van het hele proces en natuurlijk bedankt aan het hele team. Ik zie dokter Ramdarain, ik zie mijn NIP-manager daar, meneer dokter Anis Gokul. Ik heb uw team ook natuurlijk. Ik wil eigenlijk geen naam meer noemen omdat ik bang ben dat ik een heleboel zal vergeten. Dank aan mijn team, laat ik het zo noemen. En ik ben heel erg blij met de toezegging dat PCS bereid is om de locatie beschikbaar te stellen indien nodig om de populatie te vaccineren. Geweldig! Ik ben heel erg dankbaar daarvoor en we zullen er dan zeker gebruik van maken. We zijn bezig met identificeren van plekken om ons goal te halen. Mijn persoonlijke goal is gewoon 1000 gemiddeld per dag vaccineren. Op diverse locaties moeten we eigenlijk aan het eind van de rit tellen 1000 per dag. Als we een keertje 600 hebben, moeten we het kunnen compenseren met een andere dag op 1400 bijvoorbeeld. En als we elke dag 2000 hebben, is het mooi meegenomen. Want ik wil geen enkel dosis vermorsen. Ik wil geen enkel dosis vermorsen. En ik wil dat
elk dosis gebruikt kan worden zodat elk persoon in Suriname die behoort tot de risicogroep gevaccineerd is. Want dat is ons goal. De bewijzen zijn er, we werken met evidence-based medicine. De bewijzen zijn er volgens wetenschappelijk onderzoek. Ik sprak gisteren nog met een journalist over hoe mensen, hoe de wetenschappers te werk gaan. De wetenschappers die gaan volgens speciale structuur te werk, waardoor de conclusie die men trekt uit zo'n wetenschappelijk onderzoek valide is en representatief is naar de waarheid toe. Zo is de studie opzet en zo is ook zo kan de conclusie ook gebruikt worden. En natuurlijk kan het anytime weer een beetje gemodificeerd worden aan de hand van nieuwe inzichten, nieuwe research. Zo was het dat een jaar geleden WHO nog zei van de mensen die COVID hebben, die moeten een mondkap op. En de mensen die dat niet hebben, die hoeven niet. Maar uiteindelijk, wanneer meer resultaten, onderzoeksresultaten beschikbaar is, dan kan men altijd de conclusie aanscherpen. En vandaar, we moeten ons nog houden aan die Mohana, mond, neus, kap op. We hebben gelukkig een heel mooi geventileerd ruimte, waardoor dat positief werkt naar het beperken van de verspreiding. Mohana, handen wassen of handen desinfecteren, dat is mooi toegepast hier. En we houden afstand. Voor directeur Raj Jet Nanan Singh is dit een mooi moment dat PCS ook zijn bijdrage mag leveren. Hij noemt dit een medisch maatschappelijk doel. Het is een mooi moment. Het is een heel mooi moment voor PCS dat wij ook onze bijdrage kunnen leveren voor het maatschappelijk doel, het medisch maatschappelijk doel. Dat wij onze ruimte en wat mankracht beschikbaar stellen. Alleen maar om de volksgezondheid een grote dienst te bewijzen. Door ook in onze eigen ruimte personen te laten vaccineren. PCS is een ziekenhuis, het is een psychiatrisch ziekenhuis Suriname. Om te vaccineren kan je niet op elke locatie zijn. Je hebt wat randvoorwaarden nodig. Je hebt de arts nodig, de verpleegkundige nodig, de opvang nodig, de ambulance nodig als er wat gebeurt, als er complicaties optreden. En wij voldoen aan alle vereisten, natuurlijk de opslag van de middelen die worden ingespoeld, de vaccinatie. Dus wij voldoen aan alle randvoorwaarden en het is niet anders dan onze eigen maatschappelijke plicht om ook onze bijdrage hieraan te leveren. We hebben over 200 zorgverleners, maar dan nog, wij zijn een vrij klein fysiek ziekenhuis. Dus elk personeelslid van ons komt overal terecht. Dus het hele ziekenhuis gaat worden meegenomen. En dat is bijkans 500 man. En dan komen we nog met ongeveer 200 cliënten die gewoon bij ons inwonen. Dus ook die moeten worden gevaccineerd. Dus we zijn wel nog een poosje hiermee bezig. En ik hoop dat het natuurlijk allemaal heel erg vlot gaat. Ik word vandaag inderdaad, is mij gevraagd. Ik werd eerlijk gevraagd als ik als eerste wilde gaan. Maar ik geef de voorkeur aan de verpleegkundige of de arts die de frontlinie zijn. Maar wij komen in contact met iedereen die naar de frontlinie gaat. Dus ik zal waarschijnlijk de tweede of de derde worden die wordt gevaccineerd. Ik kan ergens begrijpen dat men twijfelt. Ik hoop niet dat wij dat ooit in onze levenstijd nog moeten meemaken. Dat wij een wereldwijde vaccinatie in een rap tempo moeten doorbrengen. En wij zijn aan de beurt. En er is natuurlijk wat ongeloof, er is wat twijfel hier en daar. Maar ik roep ieder op, het kan veel erger gebeuren als je zich niet laat vaccineren. Gisteren werd het heel mooi gezegd. Een jongere krijgt misschien minder last van het COVID-virus, maar die gaat wel naar huis en kan zijn ouders of zijn grootouders besmetten die misschien minder bestand zijn. Dus denk er goed over na. Ik hoop dat ieder die hier naar kijkt zich ook meteen zal laten vaccineren. Meld je aan op de Google Doc, de documentatie die wordt rondgestuurd, of bel 178 en dan wordt je al opgeroepen wanneer je wordt gevaccineerd. We zijn aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Niet omdat er al gevaccineerd wordt, wil dat zeggen dat wij ons niet meer hoeven te houden aan de maatregelen. Neem ze nog steeds in acht omdat het virus er nog is en voorlopig zal blijven. Blijf je mondkap en neusbedekking ten alle tijde als je in het openbaar bent opheffen. Laat je niet misleiden door valse berichtgevingen, als ook oproepen om af te zien van je mondkap. Wereldwijd is het bewezen dat het werkt. Zo alleen kunnen wij samen het virus bestrijden. We zien elkaar morgen weer. Tot dan!